Van de passen mannen. Naar mijn mening gaan we dat nu echt missen. Wat de andere invulling op de passen mannen in zijn algemeenheid mag gaan worden, het zal nooit de zilveren zijn. En alleen daarvoor mijn respect. En ik ga even iets erbij pakken. Ja, nee, geen grabbelton. Het is een kleinigheidje uit het hart. Hij is ingepakt. Het is geen bord. Je mag het openmaken. De Indische cultuur, zegt ze, is inderdaad dat je het eigenlijk later openmaakt. Maar we zitten in Nederland, dus we maken het uit. Blokjes kaas erbij, mag natuurlijk ook. Een worstje. Ik hoor iemand ja zeggen. Lampin bedoelt u. Geen kaas, lampin. Ja, liefde. Ze hebben hem heel goed ingepakt, zie ik. Heb jij dat gedaan? Hè? Ja, heb jij hem ingepakt? Mijn vrouw heeft hem ingepakt. We kunnen dus heel we kunnen 30 plakbandjes in zitten. Ja, gewoon een kleinigheidje. Waarom? Een groot hart. Dat heb jij natuurlijk verdiend. En nog een kleinigheidje. Ik ga het dan eventjes voorlezen. Ja, dat is het kaartje inderdaad. Het is heel klein, ik moet zelf mijn bril gebruiken. Lieve Cyril, bedankt voor vele jaren mooie muzikale vriendschap. Onze herinneringen blijven in ons. Veel geluk en succes met alles. Dikke Chion van ons. Liefs Harold, Peggy en moeders. Nee, het is nog niet voorbij. Nee. Ik ga naar Diana. Lieve Cyril, ik zou jou heel erg missen. Onze gesprek op kleedkamer. We kennen elkaar heel lang. Zal ik u daar naartoe? Ja, en heel veel leuke dingen gezegd. En ik zou echt ik er niet van het beeld zeggen. Ik zou jou heel erg missen. En ik ga beginnen met dit. Kijk, ik heb tranen, maar ik huil niet van verdriet. Ik heb geen seconde spijt van mijn besluit om te stoppen. Er is gewoon een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Het is gewoon goed om er nu een punt achter te zetten. Ik kan nu zelf een punt erachter zetten. Ik kom niet door de omstandigheden dat ik het moet, maar het is gewoon mijn eigen beslissing. Maar ik ben natuurlijk wel emotioneel en daar komen die tranen door. Want ik heb bijna 600 berichtjes gehad op Facebook. En ze waren allemaal zo positief. En wat ik zo mooi vond aan al die berichtjes is ik heb al die jaren heb ik niet alleen artiesten gepresenteerd. Maar wat ik vooral heb gedaan is de Indische en de Molukse en de Indonesische cultuur promoten. Dat was het wat ik deed. Ik wilde dat bekendheid geven aan het Nederlandse volk. Ik wilde laten horen en laten zien hoe mooi het is en wat daar allemaal achter zit. En nu bij het afscheid merk ik dat het publiek dat begrepen heeft. Die hebben het gezien en die hebben het gewaardeerd. En nu op het moment dat ik dan stop, dan denk ik natuurlijk aan al die jaren die voorbij zijn gegaan. Ik herinner me al die mensen die er niet meer zijn. En waaronder mijn overleden man Wietje Poetierij, waar Harold het zo even over had. Ja, en dan word je emotioneel. Maar ik ben niet verdrietig dat ik stop. Nogmaals, dat is mijn eigen besluit. Maar ja, het besef van het voorbijgaan van de tijd, eigenlijk is het besef van de vergankelijkheid van het leven, dat maakt soms emotioneel. Oftewel, sedie. Het mooie woord, sedie, melancholiek. Ja, dan ga ik weer. Dan wil ik weer alles vertellen over de cultuur. Sedie. Dankjewel, lieve Harold. Dankjewel, Diana. Maar u, lieve mensen, allemaal heel hartelijk dank. Ik vind het fijn dat jullie begrepen hebben wat mijn passie precies achter het presenteren was. Heel erg dankjewel.
Stil, dit nummer speciaal voor jou. Ik weet wel, dit een nummer. Lieve mensen, mag ik een heel groot, ja, we moeten ons aan het tijdschema houden. Een heel groot applaus voor de one and only Sylvia Elders.